Dr. Tunissen is docent Nederlands van het ROC Nijmegen en bindt samen met twee andere docenten de strijd aan voor de categorie MBO-leraar van het jaar 2016. Begin juni kreeg ze een onverwacht telefoontje. Ze bleek genomineerd te zijn voor de verkiezing leraar van het jaar 2016 en zat bij de laatste 10. Ik vind het heel erg leuk dat de studenten op het MBO heel erg direct zijn. En ik vind het ook heel erg fijn dat je op het MBO veel meer vrijheid krijgt om je eigen lessen vorm te geven. Om mezelf te blijven uitdagen, blijf ik zelf ook steeds doorleren. Op dit moment ben ik bezig met de master op de HAN, de master pedagogiek. Naast leren vind ik het ook heel erg leuk om vrijwilligerswerk te doen. En dat doe ik bijvoorbeeld door me in te zetten voor projecten in het buitenland. Maar ook door jongeren te begeleiden tijdens hun expeditie in het buitenland. Ik vind het heel erg leuk om als studenten een leuke actie hebben om daaraan mee te doen. En zo was er vorig jaar en 2 jaar geleden bijvoorbeeld Niels, een student van mij in mijn studieloopbaanbegeleidingklas. En met hem heb ik de Mont Ventoux beklommen en ik heb hem ook het diploma kunnen uitreiken op de top van de berg. Ik wist in eerste instantie niet dat ik genomineerd was. Maar ik heb daarna wel moeite gedaan om een leuk filmpje op te nemen en om een motivatiebrief te schrijven. Dus ik denk dat ik me wel goed heb ingezet om nu bij de laatste 3 terecht te komen. Ik hoop dat de jury mij gaat kiezen als leraar van het jaar 2016. Omdat ik me heel erg inzet voor de studenten, maar ook omdat ik daarnaast bezig ben met het onderwijs ontwikkelen, zodat het uiteindelijk beter aansluit bij wat de studenten graag willen, maar ook wat ze kunnen. En ik wil me ook heel graag inzetten voor het opleiden van leraren op de lerarenopleidingen. En ik denk dat ik, doordat ik ook stagebegeleider ben vanuit de HAN, dat ik daar goede bijdrage aan kan leveren. En ik vind het heel erg belangrijk om naar studenten te luisteren. Dus echt kijken naar wat zij willen en wat zij ook verbeteringen die zij zien in het onderwijs. Om te proberen of we daar iets mee kunnen doen als ROC. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.